Welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik met mijn zusje en met mijn moeder. Lijken we op elkaar, kijk eens. Ik ben je natuurlijk. We kunnen hier nu eigenlijk een thumbnail maken. Gaan een thumbnail maken. Cheese. Cheese. Oké, nou, vandaag hebben wij voor jullie een Who Knows Me Better video. En dat is, zeg maar, we gaan kijken wie mij beter kent. Ik ga vragen stellen en dan gaan zij beantwoorden op zo'n whiteboard. En mijn moeder heeft er ook één. En dan gaan ze de antwoorden opschrijven en dan gaan jullie zien wie dus beter dingetjes over mij weet. Jullie mogen ook praten hoor. Ja. Oké, maar ga jij ze vertellen hoe je heet? Je kan het toch doen. Maar zeg gewoon hoe je heet. Hey, doe dus het maar. Zeg gewoon hoi, ik ben... Maar ga jij ze vertellen hoe je heet? Hoi allemaal, ik ben Saskia. Saskia. Ik heet Specially. Oké, you guys, we gaan beginnen. Oké, ik heb een vraag trouwens opgeschreven in mijn notitieboekje. Die heb ik er weer bij. En dan vraag nummer 1, pak jullie je bord. Iedereen krijgt een halve seconde, of niet? Of doen we niet met tijd? Welke kant? De andere kant, de winterkant. Geen tijd. Wel wanneer ik stop zeg, moet ik wel, niet te lang. Oh my god. Oké? Okay? Jongens, we beginnen met vraag nummer 1. Wat is mijn schoenmaat? Nee, wacht. Stop. Nee, wacht, ik moet dit voor. Nee, stop is stop. Oké, je krijgt nog 10 seconden. Stop, dan doe ik maar 2 hoor, want stop is stop. Ja. Oké, laten jullie zien wat jullie hebben in de video. Jij hebt 39, jij hebt 39. Oké, het is eigenlijk, ja, het is allebei wel goed, maar ik heb 2 maten, hè. Ik heb 38, 39. Ja, ik weet 39. Dus je moet eigenlijk 38. Krijg je die halve punt of een hele punt? De hele punt natuurlijk. Ja, het is eigenlijk niet meer... Oké, weet je wat, ik tel het wel als hele punt. Hele punt. Dan gaan we vragen naar vraag nummer 2. Oké, ready? Yes. Wat is mijn lievelingseten? Stop! Nee hoor. Oké, laat zien wat jullie hebben en zeg wat jullie hebben. Wat is Siri? Maar ik moet wel blijven. Ik moet niet helemaal weggaan. Ja, Specially heeft een punt. Gewoon even moeder voor de Siri, jongens. Zo, joh. Maar ga je ze uitleggen wat voor de Siri is? Nee hoor. Ja, die mensen weten niet wat voor de Siri is. Nee. Voor de mensen die niet weten wat voor de Siri is. Het is dus een Surinaams... Gerecht. Is geen gerecht, nee, is geen gerecht. Is gewoon... Wat is voor de Siri eigenlijk? Het is lekker hoor. Het is wel lekker. Ik hou er wel echt van. Maar het is niet mijn... Je eet het wel met suiker, maar het moet zonder suiker. Met suiker. Nee, niet met suiker, het is vies. Met suiker is lekker, jongens. Oké, vraag nummer 3. Maar Josje, jou ook van Podesiri, toch? Ja, ik hou van Podesiri, maar het is niet mijn lievelingseten. Nou. Nee, Podesiri is totaal niet mijn lievelingseten, hè. Voor nasi kan je me wakker maken, she knows me. Hallo, hallo. Oké, jongens, we gaan door naar vraag 3. Wat was mijn beste vak op school? Ik schrijf hier altijd over om, dus jullie moeten het wel weten. Oké, tijd. Oké, laten jullie zien wat jullie hebben. Wiskunde. Wiskunde. Ja, jullie doen het allebei goed. Jullie kennen me wel. Oké, we gaan naar vraag nummer 4. Waar ben ik echt bang voor? Het hoeft niet per se hetzelfde antwoord te zijn. Waar ben ik echt bang voor? Ja. Eigenlijk is maar 1 ding waar ik echt bang voor ben, ja. Dus, oké, okay, stop. Oké, okay, zeg je wat jullie hebben? Spinnen. Spinnen. Spinnen? Maar je moet laten zien, hè. 1 of dinges. Ze ook spinnen. Ja, oké. Okay. Ze hebben het allebei goed. Yo! Volgens mij hebben jullie... Wie loopt voor nu?
We gaan het zo meteen bekijken. Maar we kennen je toch, dus sowieso gaan we het goed hebben. Ja, nee, maar ik ben goed. Volgens mij is het best niet voor, ja. Oké, nummer 5. Met welke letter begint de naam van mijn eerste serieuze vriend? Alleen de voorletter, en jullie mogen zijn naam niet zeggen. Even. Ja. Jullie mogen zijn naam niet zeggen. Jullie mogen zijn naam niet zeggen. Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stop! Ik heb gewoon in mijn bang. Oké, maar jij mag zeggen eerst. Met een J. Ja, moet je laten zien. Jij? Met een G, misschien. Ik heb niet eens vriendjes gehad met een G. Ik weet, ja, ik had een G. Ik heb het, maar je hebt het verkeerd. Mijn moeder heeft gelijk. Oké, ze komt bij je. Jullie staan nu gelijk. Oké, nummer 7. Welke woorden gebruik ik altijd? Noem minstens 2. Welke stopwoorden gebruik ik altijd? Wat zeg ik echt vaak? Vaak. En je kan het ook vaak zien in mijn vlogs. Ik zeg sommige dingen echt vaak. Je mag twee, je moet minimaal 2 opnoemen. Maar dat moet ook meer tijd hebben. Hè? Ja, jullie krijgen meer tijd. Je moet minimaal 2 opnoemen. Ik heb het ook veel. Oh! Daar ging weer in. Dat wil ik deze niet eens doen. Ja, dat is niet veel. Oké, stop. I'm in the ghetto of zo. En like. Want I'm in the ghetto zeg ik echt niet vaak. Oh, ghetto, ik weet niet. Ik zeg, zeg ik ghetto nog vaak? Nee. Jij hebt alleen je hebt een halve punt. Ik het wel. Hola! Ja! Nee, jullie hebben allebei een halve punt, want jullie hebben niet minstens 2 opgeschreven. Ja, jij hebt 2 opgeschreven, maar je hebt die ene fout. Ik zeg echt vaak like en ik zeg hola. Anyway of hola. Hola, weet toch? Zulke dingen zeg ik echt vaak. Oké. Nou, we gaan naar vraag nummer 8. Wat is mijn lievelingskleur? Als jullie dit niet weten, zijn jullie officieel verbannen. Als mijn zus en mijn moeder. Dit moeten jullie wel weten. Ja. Oké, stop. Laat het zien. Roos. Ik heb roos. Waarom schrijf deze lichtroos op? Lichtroos toch? Ja, gewoon roze. Roos is mijn lievelingskleur. Ik zei even lichtroos en mijn moeder heeft roos opgeschreven. Van jou is fout. Helemaal niet. Ze krijgen hafelpunt. Want deze houdt niet van lichtroos. Net had ik toch de serie van mij, was toch fout? Maar dat is ook niet mijn lievelings eten. Was ook fout. Dus precies een hafelpunt en jij hebt een hele punt. Ja. Oké. Zo meteen, we gaan de punten sowieso bijtellen in het schermpje. En dan zien jullie wie er gewonnen heeft. Oké. 9. Hoeveel beste vriendinnen heb ik? Vriendinnen? Of? Hoeveel beste vriendinnen heb ik? Ja, ik heb het. Stop! Oké. Specie mag je eerst nog zien. 2, maar eigenlijk 1. Hoezo 2, maar eigenlijk 1? Vertel. Gaila is toch ook een soort van... Oké, Gaila is niet mijn beste vriendin. Gaila is niet mijn beste vriendin. Oké, dan maar 1. Ik heb 2. Je hebt 2? Oké. Wacht. Wie is mijn beste vriendin volgens jou? Sharaiva. Ik heb een speech. Dat is eentje jij maar. Hoe heb jij wat je antwoord? Voor mij moest 3 zijn. Oké, dan veranderen. Ja. Maar eigenlijk is dat, mag dat eigenlijk niet meer. Je mag niet meer veranderen. Nee, oké, maar zeg dan. Je mag namen opnoemen. Oké, Chatienne, Ferran en Sharaida. Ja. Ja, van vriendinnen weet ik. Chatienne, Ferran en Sharaida. Ja, oké, je hebt ze goed. Oké, waar ben ik nu? Nummer 10. Zijn jullie ready? Yes. Oké. Hoe lang werk ik bij GVB? Ongeveer. Hoe lang werk ik bij GVB? Hoeveel jaar? Ja, 3. Ready? 2, 1. Wijzen. 4. Zo is het goed. Ik wist het niet. 4, zo. Ik weet het ongeveer.
geen 5 jaar bij GVB. Maar nog geen 5. Nog geen 5, maar wel ongeveer. Dus de mijne is goed. Nee. De maar mijne is goed. Eerlijk is eerlijk. Nee, Gabe is ongeveer. Ja, ik denk ongeveer. Het is al langer dan 4 jaar, dus dan... Ja. Dat is het toch, als het al langer dan 4 jaar is, is het bijna 5. Helemaal wel, wat is niet eerlijk. Ja jongens, ik weet niet hoor, wat moet ik hier goed nee, uit? Nee, ik heb gewoon nee. Ja, nee. Nee, van mij. We hebben alle twee een punt, want James zei ongeveer, ze heeft niet gezegd hoe precies. Oké, jullie krijgen allebei een punt, ja? Oké. Nummer 11. Welke chocola vind ik het lekkerst? Nou. Dit moet je echt weten, want ik hou niet eens zoveel van chocola. Oké, laat het zien. Witte chocolade. Witte chocola. Ja, allemaal goed. Oké. Ze gaan goed, hè. Ze gaan hard, jongens. Like, wow. Oké, nummer 12. Ja. Noem 2 dingen die ik echt niet lust. 2 dingen die ik echt niet lust. Moet ik dat zeggen? Je wil het niet weten. Maar je moet oslijpen. Nee, dat komt niet. Jawel. Noem 2 dingen die ik echt niet lust. Maar de tijd gaat, hè? Oh, wacht. Doe nou. 2 dingen die ik echt niet lust. Kom op, jullie moeten het wel weten. Wat lust ik echt niet? Oh, ik weet het. 2 dingen die ik echt niet lust. De tijd gaat. Wacht even. Dus dan schrijf je 1 ding op. Schrijf gewoon iets op. Jullie hebben wel nu al extra tijd gekregen, hè? Jullie krijgen nog 10 seconden. 1. 2. 3. 4. Je mag geen hulp krijgen van buitenaf, hè? 5. 6. 7. 8. 9. 10. Laat het zien. Die ene paarse groente. Die ene... Welke paarse groente? Die was mama koopt. Aubergine of zo. Ja, dat is waar. Ja, maar jij, wat is er nu? Je hebt maar 1, hè? Ketchup. Ketchup, dat is ook maar 1. Jullie krijgen allebei een halve punt. Hoe weet jullie? Ik lust geen mayonaise. Ik lust sowieso geen saus. Ik lust geen tomaat. Zoveel dingen. Ai. Oké. 13. Luisteren jullie goed? Zijn jullie ready? Yes. Welke sport heb ik ooit gedaan? Maar dat moet je echt wel weten. Welke sport? Welke sport heb ik ooit gedaan? En het, ik heb het gedaan op de middelbare school. Nee, was het middelbare school? Ja, ik zat op SGR. Let's go. Maar je bent niet aan het schrijven, de tijd gaat, hè? Nee, ik ben het al vergeten. Ik kan het wel. Oké, dan gaan we nu stop. Ja. Dat hoort niet bij een sport. Nee, dat was gewoon een verplichte sport. Dat was gewoon een verplichte sport. Ik zou mezelf niet op zwemmen zetten of zo. Dat was gewoon, toch? Ja. Maar de sport die ik dus heb gedaan, ik heb ook dans gedaan, ja. Maar de sport die ik dus heb gedaan, wat ik zelf had gekozen, was tennis en dansen. Tennis en dans heb ik gedaan. Ja. Oké, jongens, we gaan nu naar vraag nummer 14. Wat is dat? De top. Oké, zijn jullie ready? Ja. Hoe oud was ik toen ik uit huis ging? Toen ik voor het eerst uit huis ging. Mijn eerste huisje. Die van West. Dat was Dennenrode. Mijn eerste ding was Dennenrode, die studentenwoning. Oké. Tijd. Stop. Oké, jij mag laten zien. 21, 22, zeg zij. Jij zegt 18. Nee. Jullie hebben allebei fout. Ik was 20.
Oké, maar ik ben dichtbij. Ik was in Suriname, we hadden mijn verjaardag gevierd, mijn 20ste verjaardag. Oh, daarna kwam ik terug en toen heb ik dat gekregen. Ja, had je dingen gekregen. Ja, sorry, maar hoe weet je dat niet? Toen was ik nog dood thuis, hoor. Oké, dan komen we bij de laatste vraag, you guys. Zo snel? Ja, de laatste vraag, nummer 15. Wat is mijn sterkte van mijn ogen? Oh, je zei het nog. Ik zei het laatst nog en ik zei het ook in een video van me. Dus als jullie de video's kijken, als jullie mijn trouwe volgers zijn. Dat ben ik wel, maar ik weet van het min. Dat weet ik, maar ik weet niet meer precies, maar ik weet het is min. Min. Ja, min. Hey, we moeten het echt min, joh. Ja, min. Eén min is langer dan die andere min. Bro. Want mijn rechter oog is slechter dan je linker oog. Eentje is sowieso slechter dan de andere, maar ik wil mijn sterkte weten. Daarom heb ik deze zo gedaan. Ik wil mijn sterkte weten. Oké. Okay. Mijn broertje zegt altijd, hij heeft min 8. Dus je moet wel iets weten. Gewoon zeggen, zet een cijfer achter je min maar. Nee. Je moet een cijfer achter je min zetten, want welke denk je dat ik... Ik ben sowieso geen min 8. Zo blind ben ik niet. Nee. Dus ja... Nog 10 seconden. Nog 5 seconden. Ja, je mag zomaar iets schrijven. 1, 2, 3. Klaar? Yes. Oké, laten zien. Min 3, min 2. Zeg jij? Ik heb min 4. Oh joh, min 4. Denk je dat ik zo blind ben? Specially is het dichtstbij. Ik heb min 2,5. Ja, ik heb min 2,5. Nog goed. Ik heb min 2,5. Gewoon zeg ze, mijn ogen zijn nog goed. Was het maar waar? Want ik weet van je hebt min, dat weet ik. Hoe heb je min? Ik heb gewoon min! 2,5. Min 2,5. Best heeft het goed. Dus, ja, overduidelijke winnares. Overduidelijke winnares. Maar je hebt verloren. Echt, hè? Verloren. Je was wel dichtbij. Was heel dichtbij. Maar ik heb gewonnen. Ja, zij gewonnen. Ik heb het dus beter. Dat is wel lekker op elkaar. Wel lekker op elkaar. Kijk, dan heeft ik ook bepaalde vragen gegeven die wat ik precies weet. Ze kwam met andere vragen. Maar andere weet ik wel hoor. Wat voor vragen weet je wel? Oké, jij wil me gewoon expose op YouTube doen. Ik ben het voor mezelf al. Ik ken hoeveel video's heb jij al op mijn kanaal? Oh, ik weet niet eens hoeveel ik video's weet het wel. Ja, ik weet het wel. Hoeveel video's heb je 24. Nee, 25 de zomer. Nee, dat zijn vlogs, hè. Ik heb ook andere video's naast vlogs. Oh, die weet ik heb 25 niet. Vlogs op mijn kanaal. Oh, ik dacht 24. 25. Gisteren is de 25ste. Daarom, want ik weet 24 heb ik gezien. Dus die ja, ene moet gisteren nog is de 25ste gekomen. Zie je? Ik weet het wel, hoor. Anyway, jongens. Dat is het einde van mijn video, van onze video, want deze twee waren er ook bij. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ja, als jullie meer video's willen zien met mijn moeder en mijn zusje, laat het weten in de comments. En weten jullie wel hoe ik mijn vlog afsluit? Maar je hebt wel massa gekregen wat je broer zou doen, hè? Ja, mijn broer zou eigenlijk meedoen in deze video, want... Mijn zusje heeft gewonnen, dus dat betekent zij moest meedoen. No. Omdat ik gewonnen was, ook mijn vlog afsluiten. Hoe sluit ik mijn vlog af? Vergeet niet te abonneren en te liken. Sluit ik zo saai mijn vlog af? Vergeet niet te abonneren en te liken. Maar hoe sluit ik mijn vlog af? Weet ik veel. Jullie kijken toch op mijn vlog? Ja, maar ik kan het niet. Als jullie het een leuke video vonden, vergeet niet je dikke duim omhoog te doen. En als je nog niet bent geabonneerd, vergeet dat vooral niet te doen in de comments. Vergeet dat vooral niet te doen hier beneden. Ik waardeer het echt heel erg. En dan zie ik jullie weer in een volgende video. Kusjes, hè? Mwah!